Yo, ik ben Chester en ik zit op dit moment eventjes in een private game. Want ik ga jullie eventjes een paar dingen laten zien die in Call of Duty Black Ops 3 zijn veranderd. Die best wel heel erg chill zijn en niet chill zijn. Ik speel als eerst met een wapen genaamd de Vesper. Wat eerst het chillste submachine gun wapentje was in de game. En die hebben ze gepatcht. Wat ze hebben gedaan namelijk is dat ze de recoil veel omhoog hebben geschopt. Waardoor het minder makkelijk is om iemand op een lange afstand neer te schieten. En dat ga ik vandaag laten zien aan jullie. Maar eerst heb ik geen green screen. Omdat ik die op dit moment even niet op kan hangen. Dus zie je mij even in een vierkantje. Dat is in een paar video's zo. Sorry daarvoor. Vanaf ergens volgende deze week. In deze week zijn weer green screen video's. Maar eerst gaan we de recoil kijken. Want eerst, ik heb er nu grip op staan. Dat je dat even weet. Maar... bijna iedereen gebruikt grip erop. Dus vandaar dat we het gaan doen. Dus ik ga nu even gewoon voor mijn trigger inhouden. 3, 2, 1. En je ziet met Action and Mac dat de recoil aardig omhoog gaat. Ga je trigger dus steeds loslaten. Dan gaat hij. 3, 2, 1. Dan blijft de aim best wel recht. En voor deze patch natuurlijk was de aim best wel recht. Dus dan had je alleen maar dit soort terwijl je trigger ook inhaalde. Maar dat is nu jammer genoeg niet meer. Dus, ja, dat is aardig pittig kut, weet je. Want nu is er best wel sterk wapen weg. En kan je dus niet meer zo snel iemand op een lange afstand knallen. Zoals je hier ziet, staan we bij de tweede ding wat is toegevoegd. Namelijk de head glitch. Zoals je weet, als je deze beestlag pakt, zoals ik nu aan het doen was. Kon je mooi hier achter de head glitch mensen oppakken. Dat kan dan niet meer door deze dozen die hier zo staan. Daar ben ik best wel blij mee, want punt 1, als iemand hier achter staat, dan kon je hem niet keren. Gewoon vanaf dat raampje was het heel moeilijk. Of vanaf daar was het ook best wel moeilijk. Dus nu kan dat niet meer zo 1, 2, 3. Je kan hier nog wel zitten. Dus dat is de enige headglitch nog die ze wel open hebben gelaten. Dus je kan nog wel advantage nemen om de enemies door hier te schieten. Of als ze hier of zo uitkomen daar. Maar je kan niet meer naar deze kant kijken. Wat je wel kan doen is gewoon nog steeds hier gaan liggen natuurlijk. Als je bijvoorbeeld met de Shiva speelt of zo. Of je kan nog steeds gewoon deze headglitch hier pakken. Als we even hier naar boven gaan. Wat natuurlijk weer niet lukt omdat ik retard ben. Zie je hier dat het vanaf hier ook niet meer mogelijk is om de enemies daarachter natuurlijk te killen. Wat ook een stuk beter is natuurlijk. Waardoor enemies niet meer zo makkelijk hun streets kunnen halen natuurlijk. Dus weer nu de B-vlag pakken. Heb jij meer veiligheid. Maar ook weer een nadeel, omdat je niet meer die enemies die daar aankomen zo makkelijk kunnen pakken. Je kan springen als je met de Shiva speelt en twee kopers raak schiet. Dat kan je hier ook doen, zo. Want met de Vesper gaat dat waarschijnlijk niet meer lukken door de recoil. En, ja natuurlijk. Dat wil ik even aan jullie vertellen. Dus het is niet een hele lange video of zo. Meer een belangrijke video, dat je even weet wat er aan de hand is. Dus dit hoort als je nu Nuketown speelt, dat je dat krijgt. Als je minder kills met de Vesper krijgt, weet je ook waardoor dat komt. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog achter te laten. Helpt mij enorm. En dan zie ik jullie morgen bij weer een nieuwe video, jongens. Doei!